Ah ja. Mijn naam is Ish Ait Hamou. Ik ben 32, Vilvoordenaar. En ik ben een verhalenverteller. Ik schrijf boeken, scenario's en theater. Meestal hou ik van woorden die ik niet vaak gebruik. Weliswaar is een goed voorbeeld. Dat is geen woord dat ik dagelijks gebruik met mijn vrienden. Dus als het woorden zijn die ik niet vaak gebruik, en als ik ze dan uitspreek, dan klinken ze heel mooi in mijn hoofd. De lidwoorden. Ik ben opgevoed met andere talen. Mijn moedertaal is niet het Nederlands. Waardoor dat ik eigenlijk geen voeling heb met lidwoorden. Het is altijd een zoektocht om de juiste te vinden. En uiteraard vraagt dat heel wat energie en tijd. Ik ga een verkeerd antwoord geven. Uiteraard, naar gelang de context, heeft het wel een belang. Maar tegelijkertijd... ik vind het eigenlijk best wel gevoelig, omdat ik zou denken dat de kern van de reden waarom taal is uitgevonden, dat het niet zozeer is om er goed in te zijn, maar om te kunnen communiceren. Dus ik vind het belangrijk om daar een goed balans in te vinden. Uiteraard, hoe beter je een taal kan beheerst, hoe beter je jezelf kan verwoorden en uiteindelijk hoe beter je kan communiceren. Maar de kern blijft de communicatie. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik denk, het zou... Opnieuw, het hangt af van de context. Kijk, het zou heel hypocriet zijn als ik zou zeggen dat het voor mij ultra belangrijk is, omdat ik ook heel vaak niet correct schrijf. De zoektocht naar correct is interessant, is fijn, maar opnieuw... Het zou zonde zijn als dat de voorwaarde zou zijn voor mensen om hun ideeën te uiten, om hun ervaringen te delen met mensen, om hun gevoelens te uiten. Dat zou zonde zijn als dat een voorwaarde zou zijn. Dus ik zou denken van... Laat het geen voorwaarde zijn. Want anders zouden we heel wat interessante verhalen missen van mensen. Frans. Engels. Arabisch, alhoewel, ik weet niet of Marokkaans echt een taal is, maar het is een dialect vanuit Marokko. En dan Nederlands uiteraard. Ik heb Spaans en Duits gestudeerd op school. Daar blijft niet zoveel over. Maar ik snap wel een paar zinnen. Dat is een goede vraag. Hoogstwaarschijnlijk wel. Ik merk het eigenlijk wanneer ik Engels praat. Ik herken mezelf niet als ik Engels praat. Heel niet-ish. Dus waarschijnlijk, misschien minder, maar waarschijnlijk Nederlands en Frans zal waarschijnlijk ook een verschil zijn. Ik klaag veel meer in het Frans dan in het Nederlands. En Nederlands is eigenlijk een taal die ik bijna enkel gebruik in werkomstandigheden. Ik werk in het Nederlands, ik ontspan in het Frans, ik droom in het Engels en... ik voel me weer een kindje in het Arabisch, omdat ik het gebruik met mijn ouders. Eigenlijk wat mensen denk ik niet weten, is dat ik even lang schrijf als dans, of misschien zelfs langer. Maar opnieuw, ik heb nooit beschouwd dat ik een schrijver was, of een auteur, of wat dan ook, omdat ik altijd het idee had in mijn achterhoofd, ik maakte heel wat fouten in de Nederlandse taal. En ik denk dat heel wat mensen, zeker jongeren, wij hebben een definitie van wat juist en onjuist is. En dat geven we ook mee. Waardoor dat jongeren zich weerspiegelen en dan denken van oké, nee, deze fouten maak ik, dus ik ben geen volwaardige auteur of geen volwaardige danser of wat dan ook. Maar ik heb het altijd even lang gedaan. En dan heb ik een opportuniteit gehad om een boek te publiceren en zo is de bal beginnen rollen. Maar ik schrijf al sinds ik 12 ben. Kort verhaaltjes en liedjes. Ik hoop dat mensen inzien dat hun verhaal iets kan betekenen voor iemand anders. En dat zou het meest belangrijke moeten zijn. En daar moet alle focus op blijven. De rest komt wel goed. Maar zolang dat je inziet dat jouw verhaal belangrijk is, dat is het. Dat is de kern.
Maar het zou mijn hart breken als taal iets was dat je ongelukkig maakt. Het zou echt mijn hart breken. Want taal is net iets dat je dichter bij mensen, dichter bij een cultuur, dichter bij verhalen kan brengen. En meestal kan dat jou heel gelukkig maken. Alleen onze visie over taal en wat taal moet zijn en welke vorm het moet hebben, zorgt voor heel wat drempels. En niet iedereen is altijd even sterk of heeft een omgeving die hen kan leiden naar de perfecte vorm. En het zou echt mijn hart gewoon breken als de vorm van iets was taal in de weg zou staan tussen twee mensen, twee culturen, twee onderwerpen, twee werelden.